Dit is dat een deel van de Republikeinse fractie, fractie en niet bereid is om te stemmen voor degene die eigenlijk de aangewezen voorzitter van die fractie zou moeten zijn, namelijk Kevin McCarthy. En nou ja, die lui hebben het dagenlang volgehouden, ik geloof pas op de 13e of de 14e stemming, hebben ze tenslotte dan toch voor hem gestemd, althans het grootste deel daarvan. Er waren nog altijd zes abstinenten die alleen present hebben geroepen. Maar daardoor werd in ieder geval de verkiezing toch tenslotte mogelijk. En ja, die hebben die, hij, Kevin Verkaart, die heeft zijn overwinning. Nou, van een overwinning, dit is wat je noemt een Pyrrhus-overwinning, eerste klas. Er, heeft hij duur moeten betalen, natuurlijk. Er zijn allerlei procedurele concessies gedaan waarbij je elkaar vraagt: waar moet dat in godsnaam heen? In de komende twee jaar, dat weten we niet. Ja, want heeft hij gedaan, heeft gezegd van. Uh, jullie kunnen... Nou, wij... elk, elk uh, lid van, uh, van de Republikeinse fractie mag bij alle gelegenheden een motie uh, van, van orde indienen. waarbij uh, de positie van de voorzitter aan de orde wordt gesteld. Nou ja, dat betekent dat je bij vrijwel elke gelegenheid weer een zo'n sabotageactie vervalt. Het maakt heel kwetsbaar. Het is, heel, het is klassiek voor het rechtse populisme. Het is puur nihilisme. Alles moet kapot. Alles moet weg. De overheid moet kapot gemaakt worden. Niet waar, dat, dat is eigenlijk het idee. Daarnaast zal er van allerlei worden gedaan, maar dat komt er nooit van. We zagen dat natuurlijk bij Trump ook al. Het overgrote deel van deze sabotageploeg, anders kun je het niet noemen, die, uh, want het ze ja, dus wisten natuurlijk uiteindelijk wel, wel welke kant het op zou gaan. Maar van deze sabotageploeg was vorig jaar ook betrokken, natuurlijk, bij de, de Big Steel. En dat het allemaal vals was. Dus ze geven ook geen zak om, om democratische procedures. Het gaat alleen om ruksichtloze verwoesting. De politiek van de verschroeide aarde. Ooit begonnen al in de jaren negentig. Dus het is niks nieuws onder de zon. Maar dit is wel een heel radicaal gezelschap. Wat er, uiteindelijk, dat is het interessante. Make America Great Again. Als deze hele club, inclusief Donald Trump, nou iets heeft gedaan, dan was het wel make America small. Niet again, nou ja, Bush was ook al geen groot succes, maar dat is het eigenlijk. De schade die ze aanrichten is enorm. Ook voor de reputatie van de Verenigde Staten natuurlijk. Maar als, ze, als ze ook weer aan zitten kloten met, het, met dat kredietplafond, dan nou weet je wel dat dat ook een hele negatieve invloed heeft op de financiële markten in de wereld kortom. Het Amerikaanse politieke systeem is een drama, een etterende wond in een land wat beter zou kunnen en zou moeten. Welke schade heeft nou ja, die operette van deze week aangericht? Nou, het feit dat er een voorzitter is, Kevin McCarthy die natuurlijk aangeschoten wild is. En bij elk denkbare wissewasje niet waar het was gezeten kan worden door dit gezelschap van Getrainde saboteurs, want dat zijn het. En vonden ze hem nou echt slecht of wilden ze gewoon dwars liggen? Alles tegelijkertijd. Ik vond het ook een zakte bak, daar ben ik van overtuigd. Toch te veel weer het establishment, ondanks zijn, zijn gezeurkous ge, ge, over Donald Trump. Maar ja, zij zijn van mening dat de federale overheid dat die nog verder verkleind en verschaald moet worden. Niet waar? Ze mm. zijn voor het, de cowboy-ideologie. Maar de Republikeinen hadden ook kunnen zeggen van, hey, we, we, we hebben nu zo vaak deze man weggestemd zien worden, we pakken gewoon een andere kandidaat die we naar voren schuiven. Ja, maar dan had je natuurlijk de, de ruime meerderheid was best voor die Kevin McCarthy. Het was een minderheid die tegen hem was. Maar ja, als je natuurlijk, dat is het probleem. De uitslag van de verkiezingen was zodanig dat het verschil zo klein was. Of als de meerderheid van de Republikeinen zo klein was, dat dus een elke enigszins georganiseerde fractie binnen de fractie de zaken zoals nu op scherp kon stellen. Kijk, als die meerderheid, weet ik, het 40 was geweest, wat heel normaal was geweest betussen, tijdens tussentijdse verkiezingen, dan was dit allemaal niet gebeurd, natuurlijk. Maar ze zagen hun kans gewoon. Hmm. Maar ik, wat ik, ik geloof dat op de dag van vandaag optimist als ik ben, is dat nog weer eens duidelijk wordt gemaakt hoe schadelijk. Niet waar, dat extreme rechtse populisme. Dat hebben we nu deze week weer gezien. Ja, dat hebben we nu weer gezien. Maar wat maakt dit extreem rechts? Dat alles weg moet. Alles moet kapot weg. De overheid is verschrikkelijk. De overheid is één grote samenzwering. En moet, daar moet, dat moet een einde aan gemaakt worden. Nee, niet constructief? Nee, het populisme is sowieso niet erg constructief. Doen net als altijd alsof dat zo is. Maar feitelijk hebben ze geen enkel alternatief. Je kunt als je een huis afbreekt en je hebt een prima plan klaar liggen en je hebt een deal met een aannemer voor een nieuw huis, daar is niks tegen. Maar dit zijn allemaal luiden die in principe alles willen afbreken. En dan, ja, dan staan ze daar te midden van de puin open ja. en zeggen: zie je wel, dat moest gebeuren. Ja. Wat voor periode gaan we nu tegemoet met deze Kevin? Want de Pelosi was natuurlijk daadkrachtig. Ja, Pelosi was een, dat, dat blijkt maar weer, een topvoorzitter. Die daadwerkelijk al de gelegenheden dat ze dat was, de voorzitter. van alles en nog wat voor elkaar wist te krijgen. Um, dat weten we niet. Dat zal allerlei onzekerheid bieden. En waarschijnlijk bij al die gelegenheden die ik al noemde. dus ook, ook de budgettaire kwesties. die gaan spelen. Het huis gaat over het geld namelijk. Uh, en, en ook dat kredietplafond zal dat weer de bekende tafereelen geven. Wat zijn hun plannen met dat kredietplafond? Wat willen ze daarmee? Nou ja, in Amerika had dat nooit moeten doen natuurlijk. Maar en, en nu is het kredietplafond in feite een instrument geworden voor allerlei sabotagefracties in het Amerikaanse parlement. Eh, om hun zin door te drijven op alle mogelijke punten. Ja, wat is het idee daarachter? Wat willen ze daarmee? Nou, ze willen eerst concessies en dan zijn ze bereid om het plafond weer een tikkeltje te verhogen. Mm -hmm. Zodat we over twee jaar weer met hetzelfde gezeik zitten. Amerika kan in principe onbeperkt geld lenen. Het is, het is voor door velen beschouwd als de meest eh, kredietwaardige overheid ter wereld. En daarna hebben we dan Duitsland en Nederland en Denemarken en, en nog wat van die landen. Maar het zou anders zijn als we in Europa ook. ook eh, als Europa iets meer ook een, een, afgezien van de Eurolanden dan ook veel meer een eenheid zou vormen op dit punt. Dan bied je ook een leuk alternatief voor de dollar. Dus eigenlijk gijzelen deze republikeinen uh, de hele ja, politiek? Zoals, dat is het, het Amerikaanse systeem is zo gebouwd dat het in feite uh, aan minderheden, soms onder omstandigheden hele kleine minderheden, kansen biedt om de meerderheid permanent te gijzelen. Hmm. We zien dat nu al in het Hoge Rechtshof, niet waar, waar ze erin geslaagd zijn? Uh, om in feite zes reactionaire rechters in een om in een groep van negen rechters te krijgen. Met als gevolg dat die zes reactionaire rechters. in feite de, de juridische meningsvorming in Amerika kan gijzelen. Die hebben allemaal opvattingen die totaal in strijd zijn met wat de meeste Amerikanen denken. Maar je ziet. En nou ja, Roe is opgedoekt. Dat heeft ze over zijn waarschijnlijk een enorme dreun verkocht. En net goed zou ik zeggen. Nee, het is, met het Amerikaanse systeem, we nog eh, politieke systeem, zullen we nog jaren problemen hebben. Eh, God mag weten wat voor ze in 24 zullen kiezen. In hoeverre laat dit de verdeeldheid ook bij de Republikeinen zien? Nou ja, dat, dat er. <laughs> Kijk, we waren misschien vergeten dat er bij de Republikeinen nog een paar mensen met min of meer normale opvattingen waren. Maar ja, dat het natuurlijk de hoeveelheid mensen met totaal krank hoorde, opvattingen wel erg groot zijn daar. Om hoeveel mensen ging het nu deze week die echt dwars lagen? Een stuk of twintig. Van de? Nou, ze hebben van de 200, uh, god, zijn er zijn het totaal 200, 435 leden van het huis. Uh, ik geloof dat de, uh, de Democraten er de 212 hadden, dus. Uh, Reken maar uit, het verschil is zoals minimaal. Maar dan is 20 toch niet heel veel. 20 dwarsliggers. Nee, maar wel voldoende om hem van het uh, voorzitterschap af te houden. En er is niemand die zegt binnen de Republikeinen die macht heeft om die jongens terug het hok in te schoppen. Nee, die is er niet. Hmm. Nee, was dat maar zo? Dan heb je dus een echte voorzitter nodig. Dan moet je niet zo'n slapje hebben als Kevin McCarthy. Dan moet je een echte goede hebben.